Ja, samen. Ja, kun je vertellen wat voor site? Site van ja, Sander Winkler, duidelijk, grote tekst. Zat ik duidelijk bij wat hij doet. Game artist. Werkcontextje, ja, vrij duidelijk dat hij een game artist is. Oké. En wat is je eerste indruk van de site? Heel erg clean, weinig kleurgebruik. Vooral zwart-wit, af en toe een vleugje blauw. Vind ik op zich wel goed. Word je niet al afgeleid ofzo. Hoog contrast ook. Tekst is goed te lezen. Niks vergis mee eigenlijk. Oké. Nou, de eerste opdracht is of je kan tekenen het huis van de naakt kan vinden. Maar je hebt ook wel de menselijke maat. De menselijke maat. Tekenen. Ja. Ja? En kun je vertellen hoe je dit aangepakt? Nou, ik vind het een beetje irritant dat je, als je eenmaal op de pagina komt van tekenen, dat je helemaal naar onder moet scrollen om die opdracht te vinden. Oké, okay, en hoe zou je dat graag willen zien? Misschien eerst een opsomming van de opdrachten en dan als je erop drukt, want op het moment staan alle opdrachten op dezelfde pagina. Okay. Met plaatjes en al erbij, dus een beetje stoordig eigenlijk. Oké. Kan je de contactgegevens vinden van Sander? Ja, met één klikje staat hij in de navigatiebalk. Ja, de formulier of het? De gegevens? Het contactformulier. Moet je de gegevens, niet het formulier. Doe ik het weer. De gegevens. Voor mij. Nou, wat dingen, maar. Kijk waar het cv staat. Lastiger te vinden. Oh, die staat bij over mij, oké. Okay. Ja, bij het cv staan alle dingen. Oké. Okay. En als jij een werkgever zou zijn, hoe zou je dan contact willen opnemen met zo'n iemand? E-mail. Van e-mail? Dus ook, zie ik geen telefoonnummer staan of zo. Dus... Maar zou jij je telefoonnummer gebruiken? Nou, wat zou je eerder doen? Ja, ik zou er wel bij misschien erbij zetten van het telefoonnummer van moet je een mail versturen of zo. Oké. Okay. Als je dat wil hebben. Is dat wat handig? Kun je ook vinden wat voor persoon Sander is? Ja, dat staat. Op dezelfde pagina eigenlijk. Mm-hmm. Dus je hebt het over mijn pagina en staat dan een stukje over hem, wat hij doet, wat hij heeft gedaan hiervoor. Wat hij leuk vindt, zijn favoriete game, wat game art is en dan zijn cv erbij. Okay. Ja. Cv zou ik dan eigenlijk het losse van zetten, want daar heb ik net wat moeite mee met zoeken. Ik weet niet of andere mensen het ook hebben, maar ik in ieder geval. Nou, de laatste drie vragen. Wat is je naam? Jurioek. De leeftijd? 21 jaar. En je studierichting? Game art. Ja, dat was het. Dankjewel.